Nou, we hebben net gezien hoe je een, uh, de mediaan moet bepalen bij een reeks observaties. We gaan nu kijken naar uh, de mediaan voor een klasseindeling. En we hebben nu een klein probleem, want uh, de mediaan is nog steeds de middelste waarde. Alleen de middelste waarde is nu verstopt ergens in een klasse. We weten wel wat uh, de ondergrens en de bovengrens van die klasse is. Maar als we weten wat de middelste waarde nou is, we weten niet precies... Uh, hoeveel die middelste waarde is. Dus we moeten die middelste waarde gaan schatten. En dat doen we aan de hand van een formule. Ik ga niet uitleggen waar die formule vandaan komt. Ik ga hem ook niet afleiden. Maar ik ga wel uitleggen hoe je zo'n formule moet gebruiken. Nou laten we zeggen xme is de mediaan van een klasse. De formule om de mediaan te bepalen voor een klasseindeling is l plus r min een half keer b gedeeld door F. Ik ga nu uitleggen wat die symbolen betekenen. L is de linkergrens van de mediale klasse, dus de klasse waar de mediaan zich bevindt. Ik schrijf op mk in plaats van elke keer de mediale klasse op te schrijven. R is de index van de waarneming. Binnen dat is belangrijk, ga ik zo meteen uitleggen wat ik daarmee bedoel, binnen de mediale klasse. B is de breedte van de mediale klasse. En F is de uh, totale aantal observaties binnen de mediale klasse. Oké. Okay. Nou, we zijn dus op zoek naar de middelste waarde. Uh, dus om te beginnen bepalen we hoeveelste waarden zijn nou de middelste waarde. Nou, we hebben hier te maken met 200 totale observaties. Dit aantal is even. Dus dat betekent we nemen straks het gemiddelde van de middelste twee waarden. En dat is uh, onze mediaan. Nou, hoe doen we dat nou? We nemen eerst. Alle observaties gedeeld door 2. Dus we moeten de 100ste waarde hebben. En alle observaties gedeeld door 2 plus 1. Dus de 100ste, 101ste waarde. Um, deze twee waarden gebruiken we om r te bepalen. Nou, dat is wat we moeten doen. We willen het gemiddelde tussen deze twee waarden. Nou, het gemiddelde van die twee is 100 plus 101. Gedeeld door 2. Dat is 100,5. En deze middelste waarde. die zit in klasse 2. Want we beginnen mm, bij, uh, bij klasse 1. Daar hebben we 40 observaties. Dan gaan we verder. Aan het eind van klasse 2 hebben we 140 observaties. Dus de 101ste en de 100ste observatie. die zitten in klasse 2. Maar om R te bepalen. Zijn we op zoek naar de index binnen de mediale klasse. Nou, de mediale klasse hebben we nu gevonden. Dat is de, de klasse waar de twee middelste waarden zich bevinden. Dus klasse 2 in dit geval. Dus dit is de mediale klasse. En um, we zijn op zoek naar de index binnen van, van, van deze waarde. Dus de honderdste en ste waarde. Binnen die klasse. Dus dat betekent bij klasse 2 beginnen we met 1 te tellen. Dus index nummer 1, index nummer 2, index nummer 3 enzovoorts. Dus we hebben al 40 waarden al gehad. En we gaan vanaf uh, het begin van klasse 2 beginnen we met 1 te tellen. Nou, van 40 tot 100,5. Uh, dus dat is 61, nee sorry, 60,5ste 60, waarde. Binnen die, uh, die mediale klasse. Dus R is uh, 60,5. Nou, dat is de eerste waarde. Als we eenmaal de mediale klasse hebben bepaald. dan kunnen we uh, makkelijk de andere uh, waarden bepalen. L naar de linkergrens van de mediale klasse. In dit geval is dat 30.000. Dus die hebben we ook. Uh, de breedte van de mediale klasse. De mediale klasse loopt van. 30 tot 50.000, dus de breedte is 20.000. Dus die hebben we ook. En de frequentie, of het aantal observaties binnen de mediale klasse, 100. Nou, nu is dat een kwestie van invullen. Want we gaan al die waarden hier invullen. XME is gelijk aan de linkergrens, dus 30.000. Um, plus R. R is 60,5. Min een half keer de breedte van de klasse. De breedte is 20.000. Gedeeld door de frequentie in de mediale klasse. Dat is 100. Nou, 60 min een half. 60,5 60 min een half is 60. Dus hier staat 60. Ik schrijf het even zo op. Gedeeld door 100 keer 20.000. Dus hier staat... 30.000 plus 0,6 keer 20.000. Ja, 0,6 keer 20.000 is 12.000. Dus 30 plus 12.000 is 42. 42.000. 42 dus de mediaan voor deze klasseindeling is 42.000. En belangrijk um, is om deze formule te onthouden. Hij lijkt ingewikkeld. Maar als je eenmaal weet wat die symbolen betekenen, dan is het een kwestie van opzoeken en invullen. En in het enige wat een beetje denk- en rekenwerk vergt, is het bepalen van r. Ja, dat hebben we net gezien. We gaan eerst kijken naar de middelste twee waarden. In een hele, uh, hele reeks aan observaties. Dan nemen we het gemiddelde van die twee. Dan komen we uit op 105. We weten uit dit gegeven dat de mediaan in klasse 2 zit. En we gaan in klasse 2, vanaf het begin van klasse B1, beginnen met tellen. En we gaan door tot we de, bij de 100,5ste eh, observatie komen. Dus vanaf het begin van klasse 2. We hebben al 40 observaties gehad in klasse 1. Vanaf het begin van klasse 2 gaan we 60,5 observaties verder. Nou, R is, da, is dus eh, 60,5. Als je dat hebt, dan weet je in welke klasse de, de mediaan zit. Dan weet je ook meteen de linkergrens. Dan weet je ook meteen de breedte. Dan weet je ook meteen de frequentie. Als je dat invult, dan kom je uiteindelijk op de mediaan voor de klasseindeling.